Hallo jongens, meisjes, boobies en mijn boobies. Ik ben Melvin Temmermans en welkom bij een video dat ik al heel lang niet meer gedaan heb. Ik weet dat het is ongeveer al een jaar geleden sinds dat ik een video heb gemaakt. Sinds vorig jaar goed vakantie, dat is gek om over na te denken. Ik weet dat mijn haar is gegroeid. Ik weet dat er veel gebeurt in het leven en ik moet eerlijk zijn. Ik was lui, ik wou nog altijd video's maken, maar ik stak er geen energie in. En ik had de spullen gewoon niet om te doen. En het enige dat ik had in die tijd was mijn tablet. Nu nog altijd om video's te maken, maar sinds dat ik een computerverslaafde ben en gamen en dan, had ik dus niets te doen eens dat video's ontladen waren. En dat is iets dat mij heel hard irriteert. Maar nu heb ik ondertussen een Xbox 360 gekocht. I'm old school, wat mij doen. Nu heb ik iets te doen, dus ik wil terug beginnen. Dan een tijd, ik heb die Xbox nu al een tijdje. Maar ik had zeggen van, ja, misschien dat ik er een keer terug aan begin. Maar ik stak er geen energie in en dan wacht ik er niet meer aan. En nu kwam een vriendin van mij daarmee. Hij zegt van, Mel, hoe lang geleden dat ik geen video niet meer heb gemaakt? Heel lang geleden. En ik zei, ja, weet wat? Nu wil ik een video maken. Ik wil een video maken dat guldig wel eens in. Zien wat er gebeurt. Zorgen, laten horen waarom dat ik je video's niet meer heb. Ik kan spuur gewoon van, ik was te lui, ik verveelde me, ik weet niet wat te doen als de video's ontvallen. Video's maken, geen probleem. Leuk tot en met. Ik had de leukste tijd tot en met en ik voel weer happy nu dat ik weer in die fucking camera kan praten. Maar ja, en daarachter was van editen. Dus ik zag hem moeten doen. Ik vind dat leuk, met mij. Een beetje doen wat ik wil. Maar daarna dat wachten. Ik heb al meerdere keren gezocht in video's dan dat. Ik stik met thee. En daarom dat ik wat doen, dus ik met de zon. Ja, dat voelt me echt precies. Ja, dat is dat er eigenlijk aan de hand is. En ik ga nu terug video's proberen maken. Puur voor de video's die jullie verdienen, puur de video's die ik wil maken, puur de video's die leuk is. Nu dat ik nog altijd een probleem zit, want ik niet weet wat te doen, maar ik ga wel video's zien. En ik heb misschien al een idee voor een gameplay of weet ik wat. Ik ga heel raar zijn om terug aan te binnen, maar ik ga terug proberen. Terug met jullie hier te zijn. De boobies. Pak eens anders maar mee. Maar ja, ik heb een paar dingen te zeggen. Ondertussen van, ik wilde hebben waarschijnlijk nooit die hond gezien die ik had, maar ik had mijn hond genaamd Wizard. Een Amerikaanse Shepherd. Was ouder dan mij, een paar maanden ouder dan mij, niet normaal. En ik ben nu al 17, dus gestorven toen ik 15 was, denk ik. En dat is nu al 2 jaar, maar nu hebben wij een nieuwe hond. Een hond genaamd Kira. Misschien dat ik laat zien in deze video, wie weet. Misschien dat ik die heb gesproken. Misschien nog een paar video's zien. Ja, als jullie die video's willen zien, dan laat ik die zien. We moeten zien wat er gebeurt. Dus, jullie, wat er gaat. Okay? Hier is ze, hè? Ik stel de camera, Kira. Kira. Kira, dit is mijn nieuw hondje. Kira. Kira. Hier. De eerste keer dat ze volgens mij in mijn kamer komt. Kira. Oh, kijk eens aan. Ja, sorry voor de matras. Dat is van iemand die hier sliep. Oh, Kira. Hey, boeie. Hey, joejo. 4 jaar oud, dat klein meisje. Oh, dat is onder mijn bed kruipen, zeker. Ah, ik ben zo blij dat ik een mond heb. Kira. Kom hier. Kira. Volgens mij is iets gevonden. Dat kan nooit veranderen. Altijd mooi eens wandelen. Altijd. Nu ga ik mijn hond niet meer heb, want ik kan me niet stilzetten op de balken en zot op de balken, dat is wel niet Kira. Mijn, het voelt terug raar aan. Maar ik ben blij, ja, echt wel. Ik ben blij dat ik terug de kamer kan praten, terug mijn eigen kan amuseren met mijn eigen flauwe grap. Mijn eigen noesleden. En wie weet, misschien komt er van nieuwe challenges in de zomer. Zo'n paar dingen aan de dikke berten. Zo van die dingen. Allemaal op elkaar springen en ik die hartaanval krijg omdat ik niet sportief ben en slechte fysiek heb. Maar ja. Je voelt gewoon veel te warm vandaag. Ik haat de fucking warmte. Ik ben iemand voor de winter. Ik wil zomaar zeggen, maar zo, winter, herfst, koud, mooi. Echt al zo gans wit of allemaal kleurtjes in de herfst. Echt wel mooi. Dat is natuurlijk mooi. Het is lekker weer om in de wandelen, een biertje drinken van iedereen.
tot Liverwinter. Doe je een blue wine erbij, wie weet. Maar ja, ik wil er zo'n beetje wel, als er iets gebeurt. Ik weet dat ik echt haat in de zomer. Dat ik echt niet tegen ga. Wat bijen, vliegen, libellen, vlinders, rupsen, mieren. Duizend poten, spinnen. Hoi meid. Alles dat meer dan 4 poten heeft. Alles. Pak je ook de bus moet nemen. Wat voor insecten! Wie van hen? Vliezen mijn gezicht omdat ik lekker ben. Vindt er mij toch iemand lekker? Kijk voor. Like in Legend of Zelda. Als je dan omdraait, hè. Hier zo. Zal ik hier zo. Hier zo. Fuck. Doep. Krijg je dan? Een bikini. Ik heb ook zo ooit een keer die dagen gehad van... Hoe cool staat dat liedje in je pop vast zit? Dat liedje niet afspelen, want het is fucked up, right? Kom op, is ik. I'm a left powder. Ik heb de fucking trap opgeruimd, ze zijn moe. Ja, jongens en meisjes, dit hebben jullie al lang niet meer gezien, hè? Met een achtergrond, met een grijze achtergrond. Fucking shit. Maar ja, voor de rest weet ik niet echt wat te filmen, dus. Wie weet, misschien gaan er nog video's komen. Wie weet, misschien wat er weer nodig is. Wie weet wat ik terug kan beginnen, wie weet wat ik weer. Goeie nou. Zo, maar dan ga ik jullie hopelijk, echt hopelijk in de volgende video's doen. En we hebben een hele leuke lente en zomer. Happy days. Doei!